Een jachthaven met plaats voor zo'n 150 boten. Dat komt er aan het oude houthok in Gent. Althans als het van de Vlaamse waterweg afhangt. Al sinds 2011 is er sprake van een jachthaven. Maar nu de plannen concreter worden, maakt het heel wat reacties los in de buurt. Zij zijn bang dat de ligplaatsen hun rustige plek zullen verstoren. Dat blijkt uit een Facebook-enquête die muzikant en buurtbewoner Frederik Sioen oprichtte. Mensen hebben vaak maar een klein koertje of zelfs geen tuin. En dus is die plek een heel belangrijke plek om tot rust te komen, elkaar te ontmoeten. Je ziet ook dat dat een multiculturele plek is waar dat veel mensen waarde aan hechten. En als we vrezen dan dat er als daar een jachthaven komt, dat die charme van die plek volledig zal verdwijnen. En dus daarom hebben we ook in de buurt even gecheckt via een Facebook-enquête. En hebben er meer dan 300 mensen al geantwoord, waarvan dat amper 9% een jachthaven als ideale plek ziet. Het houthok is recent nog maar opgefrist met speeltuigen en zitbankjes. De rustplek is van onschatbare waarde voor de buurt, zegt Sioen. De muzikant vindt dat niet elke plek in de stad een toeristische trekpleister moet worden, maar dat de Vlaamse Waterweg rekening moet houden met wat goed is voor de buurtbewoners. Ook vreest hij dat de woningprijzen hierdoor zullen stijgen en dat terwijl betaalbaar wonen in de stad al fel onder druk staat. Toch zijn er ook veel voorstanders van een jachthaven, want er is een groot gebrek aan ligplaatsen in de stad. Ja, er zijn plaatsen tekort. Met het corona zijn er veel boten aangekocht en we hebben toch wekelijks 2 à 3 aanvragen. Dus plaatsen zijn altijd welkom. Er is ook een wachtlijst. Hoeveel mensen staan daarop? Hoeveel mensen wachten op een ligplaats hier? Bij ons zijn dat toch tientallen. En ik hoor van collega's uit andere clubs uit de nabijheid dat die ook met een serieus aantal aanvragen zitten. Door het grote tekort aan ligplaatsen worden boten ook aan willekeurige bomen vastgebonden en op ongepaste plaatsen achtergelaten, klinkt het bij de havenmeester. En dat kan niet de bedoeling zijn. Momenteel is de Vlaamse Waterweg op zoek naar iemand die de jachthaven wil uitbaten, maar dat verloopt moeizaam. Indien de plannen definitief worden doorgevoerd, zullen de buurtbewoners verder actie ondernemen, klinkt het. Ik ga met de buurtbewoners zelf, mensen die reageren, ook in gesprek. En we zullen zien of dat we daar een vervolg moeten aan geven. We zijn in Gent heel goed om acties op te zetten met een hoek af en met een positieve insteek. Laat ons kijken of dat mogelijk is en toch een signaal geven dat ik niet de enige ben die er zo over denkt natuurlijk, dat we daar met een groot deel van de buurt kunnen op aansluiten. Dus ik zie het niet uitgesloten dat we daarvoor op straat zullen komen.